Ik ben Bastiaan Vroegendewij. Ik heb de afgelopen 5 jaar, 6 jaar aan de Wageningen Universiteit bij de Farm Technology Group gewerkt aan mijn promotieonderzoek. Daarin ben ik bezig geweest met een robotje voor gebruik in een kippenstal en ik ben nu bezig met het opzetten van een eigen bedrijf om dit verder door te ontwikkelen. Dit is de Poultrybot en het is niet zomaar een robot. Hij kan zelfstandig door de stal rijden, zijn weg zoeken. Hij weet waar hij is en kan daar vervolgens dingen gaan doen. We zijn begonnen met eieren rapen. Voor de legpluimveehouders misschien wel een hele herkenbare taak. 1 keer per dag, misschien nog wel vaker, door de stal heen om grondeieren te rapen. Nou, een van de eerste dingen waar wij een toepassing voor Poultrybot zagen, is het rapen van deze grondeieren. Om deze innovatie voor elkaar te krijgen, om de Poultrybot als geheel werken te krijgen, hebben we best een aantal dingen moeten doen. Er bestaat al heel veel techniek voor robotica in de wereld. Maar de grote vraag is, werkt dat ook in een kippenstal? In de omgeving waar we nu zijn. Het is hier relatief donker. Het is hier behoorlijk vol, er staat allemaal ijzer in de weg. Er lopen heel veel kippen om ons heen. De meeste robots, als die hun werk doen en er komt een bewegend object in de buurt, stoppen ze. Voor Poultrybot was dat geen optie, dus wij moesten op zoek naar bestaande en nieuwe techniek om te kijken of dat het in deze omgeving kon werken. En dat hebben we gedaan. We hebben ervoor gezorgd dat we weten waar we zijn. We kunnen onze plaats op 10, 20 centimeter nauwkeurig bepalen in de stal. We kunnen slim een route plannen. In ons geval voor het rapen van grondeieren, waarbij we op bepaalde plekken veel vaker terugkomen. We kunnen een onderscheid maken tussen kippen en eieren en stalinrichting, om op die manier ook de robot te kunnen sturen. En zo, alles bij elkaar gebracht in 1 robot, kunnen we nu laten zien dat het ook echt werkt. Nou, wat doet Poultrybot? Hij rijdt door de stal en omdat hij wielen heeft, kunnen we bijhouden hoe ver we gereden hebben. Vervolgens kunnen we met deze laserscanner ook kijken hoe ver obstakels bij ons vandaan zijn. Met die informatie weten we waar we zijn in de stal en kunnen we gaan sturen, want staat er iets in de weg, een obstakel of niet? Om zeker te weten wat we willen zien of wat we om ons heen zien, hebben we hier nog een camera die dan weer het verschil kan zien tussen eieren, kippen en bijvoorbeeld stalinrichting. Op die manier kan die zelfstandig beslissingen maken van ik ga naar links, ik ga naar rechts, ik ga ergens recht doorheen en zo zijn weg door de stal zoeken. Het uiteindelijke doel is de boer helpen bij zijn werk, zijn dagelijkse werk. We zijn begonnen vanuit het probleem van grondeieren. Maar je kunt ook op zoek gaan naar dode dieren. Of kijken of er problemen in de stal zijn. Eigenlijk alles wat je als boer in de stal nu doet of zou willen doen, zou deze robotje een handje bij kunnen gaan helpen. Het unieke aan de Poultrybot is dat wij wereldwijd de eerste zijn die zover zijn met een robot die zelfstandig door een stal kan rijden. Er is nog geen enkele partij in de wereld zover. Er wordt op 1, 2, 3 plekken een klein beetje aan gewerkt. Maar hier hebben we gewoon een werkend prototype. We kunnen laten zien dat het werkt. We kunnen rijden, we kunnen eieren rapen. Hij doet het. Het gaat nog niet allemaal goed. Dus wat we nu gaan doen is om vanuit het bestaande resultaat verder te ontwikkelen naar een product dat ook echt naar de markt kan. Ik zie eigenlijk dat als toekomstbeeld dat in de komende jaren we enorm ons best gaan doen om deze robot verder te ontwikkelen. Daarvoor ga ik bezig met mijn eigen bedrijf Livestock Robotics. Daarmee willen we die ontwikkeling verder doorzetten. Maar eigenlijk over 5 tot 10 jaar ga je deze robot op steeds meer plekken in allerlei kippenstallen terugzien. Zowel in Nederland als ook verder buiten.